leuk dat je kijkt. Het is donderdag en dus tijd voor een receptvideo. En ik ga je vandaag laten zien hoe je zelf chocopasta kunt maken. Voor chocopasta hebben we uiteraard chocolade nodig, maar ik begin met cacaopoeder. Ik gebruik hier zometeen 1 eetlepel van om de smaak van de chocolade wat meer te versterken. Want in plaats van pure chocolade heb ik besloten om gebruik te maken van melkchocolade. Ik heb hier 100 gram melkchocolate chips. Ik vind melkchocoladepasta stiekem toch net even iets lekkerder dan puur. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon pure chocolade gebruiken. Dan heb ik hier kristalsuiker om het geheel wat meer te zoeten. 50 gram in totaal. Mocht je pure chocolade gebruiken, dan raad ik je aan om 100 gram suiker te gebruiken. Omdat die smaak gewoon net wat sterker is. Dan heb ik hier ongezouten roomboter. 150 gram in totaal. En tot slot heb ik nog een kopje melk. 60 milliliter halfvolle melk. Sojamelk kan ook, lactosevrije melk. Is ook helemaal prima. En tot slot heb je een schoon potje nodig wat goed dicht kan. Het maken van chocoladepasta is ontzettend eenvoudig. Ik heb hier een steelpannetje op het vuur staan en daar doe ik de melk in. En vervolgens doe ik daar de suiker bij. En 1 eetlepel cacao. Zo. Zet het vuur aan. En met een garde roer ik het elke keer een klein beetje door. Net zolang tot alle suiker is opgelost. Dus dat je niet meer die korreltjes voelt of ziet. Je kunt zien of de suiker is opgelost door je pan ietsjes op te tillen. En je ziet dat hier de bodem helemaal vrij is van suikerkristallen. Dus dat betekent dat de suiker helemaal is opgelost. Mocht je nu nog wat kristalletjes zien, dan roer je gewoon nog eventjes door. Ik heb het vuur helemaal laag staan en nu ga ik alle boter toevoegen. En dit roer ik er doorheen net zolang totdat de boter egaal door het chocolademengsel is gesmolten. Zoals je kunt zien is de boter helemaal opgenomen in het chocolademengsel. Dus tot slot voegen we de melkchocolade toe. Gewoon in één keer. En ook dit roeren we weer even door het warme mengsel totdat de chocolade helemaal is gesmolten. Dankzij het toevoegen van de chocolade is het mengsel al een stuk dikker geworden. De chocolade is in ieder geval helemaal opgenomen. Maar het is natuurlijk nog lang geen chocoladepasta. En daarvoor moeten we helaas even geduld hebben. Dit gaan we nu in een schoon potje schenken. Draaien we goed dicht en laten we een paar uur staan. Dan heeft de chocolade namelijk de kans, de kans om pasta te vormen. Pasta heeft een poosje in de koelkast gezeten en is nu mooi gevormd. Kijk, het is niet meer vloeibaar. En ik heb hier een lepel en ik ga gewoon even heel ordinair een hapje proeven. Kijk, het is echt super creamy en romig. Ik hoop dat je het kan zien. Kijk. Echt. Oh, hier kun je het nog veel beter zien. Super lekker. En ik ga even proeven. Oh, dit is echt chocopasta. In de winkel proef je echt de suiker, het zoete en het is niet helemaal chocola. Dit is echt chocoladepasta. Dikke aanrader, helemaal niet te zoet. Ik ben blij dat ik 50 gram suiker heb gebruikt bij de melkchocolade. En het is ook niet te milky. Ik kan me voorstellen dat witte chocolade hier ook heel erg lekker bij is. Maar goed, dan kun je natuurlijk geen cacaopoeder gebruiken in verband met de kleur. Pure chocolade doet het ook echt super goed, maar deze... is echt de moeite waard om te proberen en je bent in no time klaar. Beter kan het niet, toch? Mocht je aan de hand van dit chocopasta recept nog vragen hebben, laat het mij even weten. Voor nu bedank je in ieder geval voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en ik zie je gauw weer. Doeg!